programma daadwerkelijk aan het eind zo wordt uitgevoerd, dan breek ik een belofte. Daar zijn we helemaal niet. Wij willen eerst weten of dit programma echt nodig is voor de stabiliteit van de euro. Nou, de VVD is dus terughoudend, maar is er genoeg politieke steun in Nederland voor het akkoord? Ja, uiteindelijk zal dat het geval zijn, want je kan je eigenlijk niet voorstellen dat als dat steunplan in Brussel helemaal is uitgewerkt, dat dan de VVD, uitgerekend de partij van Mark Rutte zelf, die zelf aan die onderhandelingstafel zat, dan uiteindelijk tegen zou stemmen. Dat is niet voor te stellen. En dan heb je eigenlijk meteen een meerderheid, want andere partijen zijn heel blij, opgelucht dat er een akkoord is gesloten nu in Brussel. Bijvoorbeeld D66 en ook die andere regeringspartij, de PvdA. Als we hadden toegestaan dat Griekenland in een soort Grexit eruit was gevallen, dan had dat dramatische gevolgen gehad voor de Griekse economie, voor de Griekse bevolking en ook voor de eenheid van Europa. En het is goed dat dat nu voorkomen is. Er ligt een stevig pakket, Nederland moet weer garant staan. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat er in Griekenland hervormd wordt, dat er weer perspectief is. En dat we gezamenlijk als eurozone en als Unie nu weer economische groei op de agenda kunnen gaan zetten.